Welkom bij de hoogtepunten. Ik ben er weer. Het kan je niet ontgaan zijn. Ze is er weer. Dat vonden wij tof. Dat vonden wij dik. Gaaf. Ja, het is alsof je nooit bent weg geweest. Dat gevoel had ik. Veel plezier met de hoogtepunten. En vergeet niet te stemmen op de Q Top 500 van de 90's. Zo wees hij jouw kant op. Zouden we tof vinden. Mattie en Marieke. Linkin Park is de alarmschijf. Niet gedacht dat we dat nog eens zouden zeggen. Wel vet hoor. De laatste die dat hardop zei was Jeroen Nieuwenhuizen, denk ik. Echt waar. Ja, vet hè? Ja, het is wel echt vet. Echt tof. Echt dik. Ik hoorde ons in een half minuut vet, tof en dik zeggen. Nou, we lijken wel de tweede klas. Leuk weer, hè? Kom morgen weer. Heerlijk, schat. Echt heerlijk. Echt heerlijk. Kom jij maar eens even hier. Niet te hard, want mijn borsten lopen vol met melk. Het is niet te hard. Heb jij wel melkvlekje? Heerlijk. Ik kun je lachen. Weet je dat er sinds Sander en ik samenwonen, dat is nu een jaar of twee, dat er geen avond voorbij is dat hij mij niet in bed heeft gestopt? Nou ja, misschien als hij weg was. Wat klinkt dat als een soort bejaardenverzorging? Ja, is echt, nee, dat is gewoon een soort ritueeltje. Dus eerst Jip en daarna jou. Ja, nu is natuurlijk het ritueel helemaal weer een beetje anders. Zingt hij ook een liedje? Komt hij op de rand van je bed zitten? Stopt hij je toe? Hij komt op de rand van ons bed zitten. Hij geeft mij nog een kus. Ja. En we knuffelen nog een beetje. Het is ook, toch lief? Het is ook, nee, het is ook hartstikke lief. Het is ook lief. Het is gewoon zijn signaal van nu kan de PlayStation aan. Ja, dat klopt, ja. Wat scheelt er dan, Marie? Nou, gisteravond deden mijn vriendin en ik een poging, iets wat je nooit s'avonds moet doen, om twee zwevende plankjes boven het bed op te hangen. We hebben een rooster naast het bed van de verwarming. En daar kwam het pootje van het bed tussen toen we het aan het verschuiven waren. Pootje breekt af. Ach. Van het bed. Dus wij willen het bed even op zijn kantje zetten, zodat we het pootje er weer tegenaan kunnen boren. Ja. Nou, zo'n groot bed, zo'n zwaar bed. Breekt ook het andere pootje. Oh. Van het bed. Oh nee. Mijn vriendin die doet een poging om die twee pootjes tegen dat bed aan te boren. En dat is gelukt. Ondertussen begint mijn vriendin die plankjes in de muur te boren. Zwevende plankjes is moeilijk, moet waterpas. Nou, plankjes zitten erin. Ik zeg, ben ik nou scheel? Of heb jij de waterpas niet kunnen vinden? Nou, zo scheef. Weet je, dat gaat dan in de haast. Oké, dat zijn zorgen voor later. Ik wil inmiddels slapen. Het is 8:30. Dat bed moet terug. Dat staat, wel geteld 5 minuten, die pootjes die zakken weer in. Dus ons hele bed staat scheef. Oh. Wij gaan gewoon liggen in een scheef bed. Dus mijn vriendin die zegt vannacht, we moeten iets onder dat bed gaan zetten. Nou, ja. Ik boek uit de boekenkast halen. Ik heb 2 uur geslapen. Ik neem weer lekker een kaasbegel, jongens. Lekker. Ja. Lekker jezelf kietelen, jongen. Ja. Bekels zijn echt lekker. Hoeveel calorieën zijn we hierin zetten? Ja, dat is veel. Ja? Bekels zijn echt. Doe ik eens op. 257 calorieën. Nee, joh. Nou, dan heb je de kaas nog erbij. Is allemaal vet. Nee, bekel moet je skippen. Als je echt aan het eten bent, zeg maar. Tering. Hoe ken dat nou, man? Hoeveel zit er in een bagel? Dat lekker is. 257 in de normale, is nog zonder kaas. Dat is zonder iets? Ja. Oh, mijn god. Wat kut. Wat is het toch kut dat alles wat lekker is. Ja, tuurlijk. Zoveel calorieën heeft. Godverdomme. Ja. Gisteren dachten we, gisteren zo einde van de middag, we gaan opnieuw de plankjes proberen op te hangen. De zwevende plankjes boven het bed. Nou, dat is niet goed gegaan. De gaten waren scheef geboord. Nou, gaten opnieuw opgevuld. En op de nieuwe plek gaten gaan boren. Nou, dus zij zijn aan het boren. In één keer alle lampen uit. Och nee. Elektriciteitskabel geraakt. Nee. Maar ik denk dat ik iets geraakt heb. Nou, wij kijken in dat gat, zaklamp erbij. En dan zie je inderdaad dus die kabel die doormidden is. Ai, zo, dat is link, joh. Dat is best wel link. Ik denk dat je hele muur open moet. Nou, je kan er wel een camera op zetten voor een leuke reality show. Nee. Ja. Iedereen die wij tussen 6 en 10 aan de telefoon hebben in onze radioshow, die krijgt een robotstofzuiger van leuk. Ons. Dus ook als je meedoet met een van onze spelletjes. Dat komt omdat we je van de week hebben gevraagd, wat wil je al heel lang kopen, maar vind je gewoon te duur? Ja, en het echt het meest gegeven antwoord was daar dus die robotstofzuiger. Selina, je krijgt een robotstofzuiger! Hoe ga je hem noemen? Ik denk maar Bailey, want het is onze andere kat die vorig jaar overleden is. En dat is wel een beetje een gek beest. Ach. Dus ja, vind ik wel een leuke eerbetoon aan de andere kat. Het is eigenlijk de kat wordt toch nog een beetje bij ons. Okay. Een soort reïncarnatie, maar dan een robotstofzuiger. De pedicure. Ja. Nee, gaan er mannen naartoe? Ja hoor, dat is van je voeten toch? Zeg, ik heb dus het idee de laatste tijd dat mijn teennagels wat ingroeien. Oh joh, verdomme. Nou, daar baal ik
onwijs van. Ja, ik vind het ook smerig. Ja, dus ik zit ook te denken dat ik... Ik baal er ook van. Ja, dat ik naar de medische pedicure moet, maar je ziet het niet. Kijk, ik zal het even laten zien, want nee, ik heb prima nee, nee, ik wil het niet zien. Nee, hou op. Maar kijk, Tom, ze hebben nu klem gezeten in mijn schoen. Ik wil het niet zien. Kijk even. Nee, kom, kijk, het is niks aan de hand. Ik heb ze ook mooi gelakt, roze. Ik wil het niet zien. Dat kan toch helemaal gaan ontsteken en zo? Ja, sorry, ik ga nu toch die steeg in. Kijk. Nu heeft hij toch gezien. Ik kreeg een aanstekelijk grappig appje van Joe. Waarbij hij in de auto zit met zijn vriendinnetje Ot. Oké, het geluid van een autodeur die dichtslaat. Jij eerst. Joem. Nee, het is meer... Trump. Ik moest hier zo hard op om lachen, Joe. Ja, zo spenderen wij onze weekenden. Ja, je zoekt eigenlijk geluiden die super herkenbaar zijn. Probeer eens een blikje bier dat je openmaakt. Een startende auto. Oh, die heeft een moeilijke motor, hoor. Ja. Ik vind het leuk. Wat een leuk spel. Een kat die een haarbal heeft. Ja, echt hoor. Dat zo klinkt het echt. Dat is een hele andere film, zie ik. Weet je wie ik per ongeluk vanmorgen om 7:07 in de nacht heb gebeld? Nou? Dus ik had mijn telefoon in mijn mond gedaan, omdat ik... Moest plassen. Nee, ik wilde stilletjes uit bed sluipen, maar ik wilde ook Kiki, onze kat, meenemen. Ja. Uit de slaapkamer. Ja. Dus ik had van alles en nog wat te doen en toen hoorde ik mijn telefoon overgaan vanuit mijn mond. Toen werd ook Sander, mijn vriend, wakker. Toen zei ik, oh, kut. En toen keek ik. En toen zei hij, wie belde je? Toen zei ik, Chantal Jansen. En is er opgenomen? Nee. Nee, natuurlijk. Maar goed, ik hoop dus niet dat ik haar wakker heb gebeld... en dat zij mij uit chagrijn weg heeft gerukt. Ik denk dat die wel 2-3 keer over is gegaan. Ik ging een tijdje geleden, tijdens jouw zwangerschapsverlof... was dat nog, hier het kantoor in van de zendermanager. Hij laat mij alleen zijn hand zien. Oh, ik weet wat je gaat... Met echt een serieuze wond. Hij zegt, ik ben op bezoek geweest bij Marieke... Ja. En Kiki was er ook. Wij zeggen wel eens, je bent niet bij ons thuis geweest... als je niet met een vleeswond de deur uitloopt. Je partner op de kont slaan in het bijzijn van anderen. Ja. Ik tik Sander regelmatig op de bil. Gewoon even als we lekker een wandeling maken. Dus een beetje tik. Buiten? Ja, als wij gewoon buiten lopen en we lopen een beetje moment. Zo... Laat hij niet door of zo? Het is niet alsof mijn hand een zweepslag maakt tegen zijn bil. Hij gaat niet in galop dan. Hij moet niet s'avonds met de talkpoeder van Jip aan de slag. Nee. Okay. Er ligt een flink pak sneeuw in Amerika, in het berggebied in Californië. Oerlemansjes wonen daar volgens mij. Jouw favoriete Instagram-familie. Ja, living the life. Ik kom bij mij tot uiting bij de familie Oerlemans. Voormalig huis van The Weeknd, hè? Dat zij gekocht hebben. Nee. Ze hebben hun vorige huis aan The Weeknd verkocht. Oh, nou, ja. Dat is echt een kloklepelverhaal, Annemarie. ik hoop dat het nieuws verder klopt. Ja. Ben je ook een beetje toe aan The Weeknd? En tot zover de hoogtepunten. Ja, het waren onze hoogtepunten van deze week. Maar we zijn heel benieuwd naar jouw hoogtepunten. Laat het even weten in de comments. Ondertussen kan je hier abonneren en daar liken. Tot volgende week. Mattie en Marieke. Q-Music.